Goedemorgen. Wij zijn hier bij de stallen van Volmer in Lunteren en we gaan over de 30 paarden keuren. Ik ben hier met Piet Bergsma en we beginnen met de premiekeuring van 4 jaar en ouder. Dus Veulenboek Medisch voor opname stamboek. En nummer 1 is afwezig. We beginnen met nummer 2, Tamar H. Vader Wietse, de vader van de moeder is Velle. En de fokker is Hendricks uit Reusel en de eigenaar Ingrid van S uit Hapert. Dan met deze de uitslag van paard nummer 2. Een paard met veel rastype. Mooi klein hoofd en veel behang. Heeft een sterke bovenlijn. Ietsje strak op de lendenen, maar is altijd belangrijk. Gebruikt hij de rug ook goed? Dat doet hij. Het beenwerk is van goede stand en voldoende kwaliteit. Stapt met veel ruimte. Het, echt verdrijft mooi, het achterbeen verdrijft mooi het voorbeen. Veel takt daarin. En draf die heel gemakkelijk loopt en met veel schwung en ook goed gebruik van het achterbeen wordt opgenomen in het stamboek en sterren met een eerste premie. Nummer 2 is entered in the studbook with the first premium because of quality overall of racial type and build and especially the movement is very good. Dan gaan we naar paard nummer 3.
En dan bij deze de uitslag van paard nummer 3. Een paard wat iets meer luxe in het front zou mogen laten zien, wel een zeer lange hals heeft. In de bovenlijn is wel, zou die ietsje sterker kunnen zijn in de rug en is ook iets neerwaarts gebouwd. De benen zijn van voldoende kwaliteit, de goede hoeven, ietsje sabelbenig. In de stap missen we eigenlijk de takt en is links, achter, rechts, achter niet helemaal gelijk. In de draf zet hij wel door, maar mist daarbij iets ruggebruik. Wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 3 is taken in een studboek without premium. And it's because of the tact in the walk. De uitslag van paard nummer 4. Een paard met een helder hoofd, attent. In de hals drukt hij de hals er iets uit. In de bouw zien we graag een iets meer opwaarts gebouwd paard met een wat langer voorbeen. Ook de rug zou wat meer ontwikkeld kunnen zijn. In beenwerk is hij wat week gekoot voor en ook zou hij wat in de afwikkeling van het voorbeen correcter moeten zijn. In de stap is wel ruimte, maar de activiteit in het achterbeen misten we. In de draf is wel takmatig, maar zou veel meer zweefmoment moeten hebben. Wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 4 is taken in een studboek without premium.
Dan de uitslag van nummer 5. Een paard met een mooi hoofd. Echt een rastypische uitdrukking. Veel uitdrukking in het hoofd. Zou ietsje meer nek kunnen hebben en wat langere hals. De bouw heeft een sterke bovenlijn. Ietsje afhellend kruis, maar toch positieve bovenlijn. Met een mooi schoft erin. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is ietsje week gekoot. In de stap heeft hij veel ruimte en ook activiteit in het achterbeen. Dat geldt ook voor de draf. Mooi achterbeen. Zou nog iets meer mogen reizen. Wordt opgenomen in het stamboek en sterren met een tweede premie. Horse number 5 is taken in the studbook with a second premium because of the good movements. Uitslag van paard nummer 6. Zou wat meer uitstraling in het hoofd kunnen hebben. En ook een ietsje minder onhals in het front.
De bovenlijn is wel sterk, ietsje gedrongen in zijn totaliteit. Het beenwerk zou voor voorbeen wat meer correct kunnen zijn, wat toontredend, wat te toontredend. De stap zien we graag wat actiever, maar in de draf had hij een heel mooi zweefmoment, een krachtig achterbeen en vanwege de goede draf wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 6 is taken in een studboek with a third premie because of good trot. Paard nummer 7, een paard met een luxe uitstraling en een mooi front, lange hals en lichte hoofd-halsverbinding. De bovenlijn is goed,
aangesloten, ietsje neerwaarts gebouwd. In het voorbeen is erg afwijkend, Franse stand. De stap zou hij meer tak moeten laten zien. In het draf heeft hij wel een goed achterbeen, maar zou nog wat meer draging en oprichting mogen laten zien. Maar vanwege zijn goede ras en de goede bouw wordt hij toch opgenomen in het stamboek zonder premie. Paard nummer 7 is taken in het studboek without premium. Nice racial type with quality feet and legs is so that it can be a premium. De uitslag van nummer 8. Een paard wat iets meer uitstraling in het hoofd zou mogen hebben. Wel een lange hals heeft. De bovenlijn is wel voldoende. Ietsje gerekt en ook iets neerwaarts gebouwd. Zou ietsje bespieren mogen zijn. Het beenwerk zou die iets correcter mogen zijn in het voorbeen en in de hoeven. De stap heeft hij wel takt, maar zou hij meer activiteit moeten laten zien. En in de draf heeft hij wel goed gebruik van de benen, maar zou hij ook wat meer opwaarts kunnen lopen. En vanwege kwaliteit van het beenwerk wordt hij opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 8 is teken in het studboek without premium.
De uitslag van paard nummer 9. Een paard wat in het rastype iets meer behang zou mogen hebben. Wel een mooie uitdrukking in het hoofd heeft, maar iets meer nek en wat langere hals mag laten zien. De bovenlijn is op zich sterk genoeg. Het kruis ietsje afhellend. Heeft opvallend goed beenwerk, heel droog. En is vooral valt hij op door de goede stap. Met heel veel tact en ook heel veel activiteit. In de draf zou hij wat meer oprichting moeten laten zien en ook wat meer kracht. Maar vanwege het goede beenwerk en de goede stap wordt hij opgenomen in het stamboek en sterren met een tweede premie. Horse number 9 is taken in het studboek en star with a second premium. Especially because of the good quality feet and legs and the good walk.
De uitslag van paard nummer 10. Een paard wat wisselend beoordeling heeft op alle onderdelen. Maar daar is het keuren ook zo leuk voor. Het rastype zou een mooie hoofd mogen hebben. Het is echt ietsje mist de uitstraling het hoofd. En is ook wat rijp voor de leeftijd. Hij doet wat vroeg rijp aan. Is goed gebouwd. Goede verhoudingen, goede bovenlijn. Beenwerk zien we graag minder gehoekt. Is erg gehoekt. En ook wat koehakkig. Daarentegen de bewegingen heeft hij daar geen last van. Hij heeft een goede stap met heel veel takt en ook regelmaat en mooie tred erin. En in de draf heeft hij ook een goed gebruik van het achterbeen. Loopt heel gemakkelijk. Vanwege de goede beweging wordt hij opgenomen in het stamboek en sterren met een tweede premie. Horse nummer 10 is taken in the studbook with a second premium because of the good movements. Uitslag van paard nummer 11. Een paard wat wel een mooi hoofd heeft, maar wel ietsje horizontale halsrichting heeft en ietsje zwaar aangezet. In de bovenlijn is hij goed, heeft hij ietsje strak op de lendenen. Zou kruis ietsje langer mogen zijn.
qua beenwerk heeft hij wat kleine hoeven. Heeft hij wel ruimte, maar zou wat meer ruggebruik mogen laten zien in de stap en ietsje meer activiteit in het achterbeen. In de draf heeft hij veel tact en ook een goed gebruik van het achterbeen. Blijft wel wat op de voorhand lopen, zoals hij ook gebouwd is. En alles tezamen wordt je opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 11 is teken in het stadboek met de third premium. Paard nummer 12, paard met een jeugdige uitstraling, een lange en horizontale hals, ietsje zwaar aangezet. In de bouw is hij wat neerwaarts gebouwd en zou hij in de lenden wat mooier kunnen aansluiten, maar wel sterk gebouwd. Het beenwerk in de voorbenen zou die correcter moeten zijn in de stand van de hoeven, dus erg toontredend. Het stapt goed. Heeft veel ruimte en ook een heel gemakkelijke, actieve stap. In de draf laat hij heel veel kracht zien in het achterbeen. En mooi zweefmoment, wordt opgenomen in het stapboek en sterren met een tweede premie. Horse nummer 12 is teken in de studboek met een second premium. Has very good walk and trot.
stappen. Super hoor. Nou jij zelf doorloop. Heel best. De uitslag van paard nummer 13. Een paard wat heel groot is. En dat zie je ook. Het is nog maar 3 jaar. Dus het doet wat, soms wat slungelig aan. Maar in de beweging heeft hij daar totaal geen last van. Want hij stapt heel goed. Draaft ook met heel veel schwung en zweefmoment. Heeft ook goed beenwerk. Zou misschien ietsje luxer in front mogen zijn. Maar door zijn goede bewegingen wordt hij opgenomen in het stamboek. En stel met een eerste premie. Horse number 13 is taken in the studbook with a first premium because of the good walk and trot.
De uitslag van paard nummer 14. Een paard wat in het front iets mooier de neuslijn zou mogen hebben. En de hals wat langer en iets minder zware aanzet. De bovenlijn is wel sterk, maar wel neerwaarts gebouwd. Maar de aansluiting rug-lenden is goed. Het beenwerk is voldoende hard. Maar is wat toontrainend in de voorbeenstand. In de stap heeft hij wel takt, maar zou hij toch iets meer ruimte moeten maken. In de draf heeft hij een goed achterbeen. Wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 14 is teken in het studboek met een third premium. De uitslag van paard nummer 15. Paard met een goed rastype. Goed in het front. Mooi opzet van de hals. Mooi horizontaal. Verticaal gebouwd. De bouw is, het past allemaal heel mooi bij elkaar. Heel evenredig gebouwd met goede verhoudingen. Kwaliteit beenwerk heeft een goede stand. En het is ook droog. Opvallend goed beenwerk. De stap. In voldoende takt en ruimte zou je nog ietsje meer activiteit in het achterbeen kunnen laten zien. In de draf heeft hij goed zweefmoment, heeft hij krachtig. Achterbeen wordt opgenomen in het stamboek en sterren met zijn eerste premie. Horse nummer 15 is taken in het studboek with the first premium star. Because of all over the racial type build, quality feet and legs and walk and trot is very good.
De uitslag van paard nummer 16. Een paard met veel front, een lange hals. Mooi verticaal. Ietsje onderhals eruit. De bovenlijn is ruim voldoende goede verhouding. Een mooi kruis erin. Beenwerk is iets sabelbenig. De stap heeft voldoende lengte en ook wel hele mooie takt. Zou nog iets actiever in het achterbeen kunnen zijn. In de draf heeft hij veel over, heeft hij een mooi gebruik van het achterbeen. Goed zweefmoment. Wordt opgenomen in het stamboek en sterren met een eerste premie. Horse nummer 16 is taken in het studboek en star with the first premium. Because of good movements and also good racial type and build. Dan gaan we per paard. Stap zo nog wel even. Ja. Hij is even iets gespannen. Sop, joh. Stap nog maar even door, hoor. Ja, maar. Afwenden. Maar even door. Oh.
De uitslag van paard nummer 17. Een paard met veel rastype, mooi front. Het staat goed in het Friese type. Mooie uitdrukking in het hoofd. De bovenlijn is goed. Ietsje week in de rug. En af en toe drukt hij de rug ook wat weg. Maar wel met een goed schouder en een heel lang kruis. Het beenwerk is voldoende kwaliteit. En ook in de stand. In de stap is het paard wat erg gespannen is. We hebben hem lang de tijd gegeven. Zou zich wat meer mogen geven. Stapt wel takmatig, maar zou wat meer ruimte mogen hebben. In de draf heeft hij goed achterbeen, maar mist hij wat oprichting. Drukt de rug soms ook wat weg. Maar alles tezamen is goed genoeg om opgenomen te worden in het stamboek. En ster met een tweede premie. Horse nummer 17. Het paard is tekenen in de studboek Star with a Second Premium. Paard nummer 18 heeft ook al een ABFP-test gelopen van 80 punten. Een paard wat mooi in het rastype staat. Ietsje onderhals af en toe eruit drukt, maar verder een mooie Friese uitdrukking heeft. Goed gebouwd is, goede verhoudingen. Een mooi lang kruis. Goed schouder erin. En een solide bovenlijn. Beenwerk is goed van stand en ook correct. Droog. Stapt met veel ruimte, stapt ruim in met mooie takt en tred. En in de draf heeft hij ook veel oprichting en een heel natuurlijke manier van lopen. En veel zweefmoment wordt opgenomen in het stamboek. En sterren met een eerste premie. Horse nummer 18 is
entered in the stud book with a first premium star because of good moments and overall quality is very good. De uitslag van paard nummer 19, een grootramig paard. Met ietsje rijpe uitstraling, maar wel correct in de bovenlijn. Ook goed beenwerk, goed gesteld en ook droog.
In de stap zien we graag iets meer aansluiting, ook wat meer activiteit in het achterbeen, heeft wel takt. In de draf heeft hij een goed gebruik van de benen, maar mist hij een beetje souplesse in de bovenlijn, maar toch wel een opgerichte draf en ook wel een zweefmoment. En alles tezamen wordt hij opgenomen in het stamboek, een ster met een tweede premie. Horse nummer 19 is taken in the studbook with a second premium. Nummer 20 heeft paard met wel rasuitstraling, waar ze ietsje langer in de hals kunnen zijn, ietsje minder zwaar in de aanzet. De bovenlijn is sterk, ruim voldoende kwaliteit. Het beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit qua stand en hardheid. In de stap zou hij meer ruimte moeten maken, ook wat meer souplesse kunnen tonen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de draf. Dan mist hij met name een beetje de balans. Het blijvende, in ritme blijven. En vandaar dat hij opgenomen wordt in het stamboek met een derde premie. Horse nummer 20 is taken in het studboek met een third premium.
Dan de uitslag van paard 21. Een paard wat iets meer uitstraling in het hoofd zou mogen hebben. Ook wat rijp aandoet voor een driejarige. En in de bovenlijn zou die sterker moeten zijn. De rug die valt wat weg. Dus voor een driejarig paard tellen we dat wat zwaarder aan. Beenwerk zou iets correcter mogen zijn. In de stap heeft hij wel voldoende ruimte. Maar zou af en toe wat meer takt mogen laten zien. In de draf heeft hij ook voldoende takt. Maar zou hij de rug wat meer mogen gebruiken. Iets meer souplesse kunnen laten zien. Wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Horse nummer 21 is taken in the studbook without premium. De uitslag van paard nummer 23. Een paard in rijke conditie. Heeft wel een echt Friese typische uitdrukking in het front. Veel front. En ook een enorme schouderpartij erin. Zij is te week in de rug. We zien toch graag een wat beter aangesloten rug. Maar de verhoudingen zijn verder wel goed.
De beenwerk is voldoende droog, maar is ietsje toon in het voorbeen. Stapt met heel veel ruimte, met veel, ook genoeg kracht in het achterbeen en takt. In de draf heeft hij wel een goed gebruik van het beenwerk, maar zou hij wat meer ruggebruik moeten laten zien. Maar alles tezamen, ook vanwege de goede stap en het mooie rastype, wordt hij ster met een tweede premie. Horse number 23 is getting star with a second premium because of racial type and good walk. Dan gaan we naar paard. Paard nummer 24 is een paard met een heel mooi front. Goed in het rastype staand, veel behang. In de bouw is hij ook
ruim voldoende kwaliteit. Het is wel ietsje op de voorhand gebouwd. Het voorbeen is ietsje hol, maar verder zien we ook graag in het voorbeen wat meer kwaliteit. In de afloop van het voorbeen, het is wat toontredend. In de stap missen we toch de takt, dus af en toe kort lang. De draf heeft hij ruim voldoende kwaliteit en voor het achterbeen. Maar alles tezamen krijgt hij een derde premie. Paard nummer 24 is getting a third premium. Gaan we naar paard nummer 4. Uitslag van paard 25. Een paard wat we graag wat anders in het front zouden willen zien. Het hoofd met name.
is niet het Fries typische hoofd wat we graag zien. Is over de bovenlijn goed gebouwd. Ietsje afhellend kruis. Ietsje strak op de lendenen, maar wel sterke verbindingen. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit, goede stand en ook voldoende droog. In de stap zouden we iets meer resoluutheid willen zien, maar het is wel regelmatig. In de draf laat hij zich extra zien met heel veel zweefmomenten, een heel sterk achterbeen. En vanwege die goede draf krijgt hij een tweede premie, wordt hij ster. Horse number 25 is getting star with a second premium because of the good trot. Paard nummer 26, dat is goed in het rastype, is ook voldoende goed gebouwd, ietsje neerwaarts. En het kruis is ietsje hoog, zou wat mooier geplaatst kunnen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is ietsje afwijkend in het voorbeen, stand bij de afloop. De stap is voldoende kwaliteit. In de draf laat hij een mooi zweefmoment zien, maar krijgt geen uitnodiging voor centrale keuring. Dan gaan we naar paard nummer.
Paard nummer 27. Langgelijnd paard. Veel statuur. Goed rastype, veel hals. En een lichte hoofd-halsverbinding. In de bouw heeft hij ook voldoende aansluiting. Ietsje in de lenden steelt hij wat. Is ietsje te gerekt misschien in het middenstuk. Maar de verhoudingen zijn er wel. De beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. In de stap heeft hij veel ruimte. En in de draf neemt hij ook heel veel bodem. Zou hij misschien nog iets elektrischer achterbeen kunnen hebben. Maar alles tezamen, een kwaliteitsvolle merrie, krijgt zijn eerste premie. Wordt uitgenodigd voor de tweede inspectie aan het eind van de keuring. Thank you.
Een paard met een iets klassieke opdruk. Zou wat langer in de hals mogen zijn voor de verhoudingen. Goede bovenlijn heeft. Sterke verbindingen ook. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. Stapt met heel veel ruimte. In de draf loopt hij goed over de benen, maar zou hij iets meer ruggebruik, iets meer elasticiteit in het lichaam kunnen laten zien. Maar alles tezamen vanwege de goede stap en de goede bouw en de kwaliteit van het beenwerk krijgt hij een eerste premie en wordt hij uitgenodigd voor een volgende inspectie. Paard nummer 29, paard met een goed front, lange hals en mooie Friese uitdrukking, goed in de bovenlijn, sterk bovenlijn, mooi schouder zit erin. De benenstand voor zou iets correcter mogen, is wel droog, stapt met veel ruimte en ook ruim voldoende takt. In de draf heeft hij goed gebruik van het voor- en het achterbeen en ook een sterk achterbeen. En vanwege die goede draf krijgt hij een eerste premie.
Horse number 29 is getting a first preemie because of overall quality and especially for the good trot. De uitslag van paard nummer 30. Een moderne langgelijnde merrie. Wat onderhals. En heeft ook nog een veulen aan de voet. Waardoor de bovenlijn ook wat bespiering ontbreekt. En de rug valt wat weg. En kruislendende aansluiting zou wat sterker mogen zijn. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Heeft ook voldoende stap. Zou ietsje meer activiteit in het achterbeen mogen laten zien. Maar heeft wel tact. In de draf heeft hij wel voldoende schwung, maar zou hij meer ruggebruik moeten laten zien en ook het achterbeen wat verder onder de massa moeten zetten. Krijg geen uitnodiging voor een volgende inspectie.
De uitslag van paard nummer 31. Paard met veel front, maar het miste ietsje nek en de afbuiging in het front. De bovenlijn is iets week in de rug, maar wel een mooi lang kruis. De beenwerk zou iets meer kwaliteit in het achterbeen en spronggewricht kunnen laten zien. In de stap heeft hij wel tact, maar mist wat buiging en resoluutheid in de stap. In de draf heeft hij wel veel vering en een goed achterbeen, maar zou hij ook weer wat meer ruggebruik mogen laten zien. Krijgt geen uitnodiging voor een volgende inspectie. Nummer 31 is not invited for a next inspection. Dan... De uitslag van paard nummer 32. Paard met een mooi front, een goede halslengte en ook een goede richting van de hals. En genoeg behang, wel iets bruin. De bouw zien we graag een wat ander kruis. En ook in de bovenlijn drukt hij iets de rug weg. Beenwerk zou hij iets correcter kunnen zijn op het spronggewricht. Stapt wel met ruimte en draaft ook met schwung. Maar alles tezamen krijgt hij geen uitnodiging voor een volgende inspectie. Nummer 32 is not invited for a next inspection.
Paard nummer 33. Paard met mooi rastype en veel behang. Ietsje onderhals. De bovenlijn is sterk, goede verbindingen, goede verhoudingen. Beenwerk zou in spronggewricht betere kwaliteit moeten tonen. In de stap heeft hij wel tact, maar zou hij nog wel iets meer activiteit in het achterbeen mogen laten zien. In de draf heeft hij een goed zweefmoment en mist hij nog een beetje oprichting, maar krijgt geen uitnodiging voor de volgende inspectie vanwege de kwaliteit beenwerk. Horse nummer 33 is not invited for a next inspection. Dan gaan we naar paard nummer 34. Paard nummer 34, een paard met veel statuur. Ondanks dat de hoofd misschien niet zo mooi is, heeft hij een gigantisch mooie front en opzet. Veel behang ook, dus goed rastype. Is ook goed gebouwd, heeft ook dit jaar nog een veulen gehad.
Ja, het is mooi in verhouding. Ja, goed in de bovenlijn. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Stapt wel met ruimte. En stapt met heel veel voorbeen. Soms moet het achterbeen wel extra moeite doen om bij te komen. Want hij zoveel ruimte in het voorbeen heeft. In het draf heeft hij een iets hoger ritme. Zou hij iets meer souplesse mogen laten zien. Maar door zijn goede ras en ook goede bouw en toch ook goede kwaliteit van de stap krijgt hij een eerste premie. En wordt hij uitgenodigd voor de volgende inspectie. Een paard met veel front, wel ietsje onderhals, ietsje zware aanzet, wel veel behang. Bovenlijn is goed, behalve dat kruis wat afhellend is, dat stoort wel wat. De grote struikelblok voor dit paard is de kwaliteit van het beenwerk. Met name de foosheid van de sprongen, de kleine hoeven en toch wat stijl gekoot. De stap is wel takmatig, maar ietsje stug. In de draflaaf heeft hij veel over, veel kracht en ook veel zweefmomenten en een goede houding. Maar hij kan geen ster worden vanwege kwaliteit beenwerk. Paard nummer 35 is not getting star because of quality feet and legs.
Zo, de uitslag van paard nummer 2. Een mooie eerste premie, Mary. Bij de tweede inspectie voor Kroon, dan moet rasbouw, beenwerk moet van die danige kwaliteit zijn dat dat goed genoeg is. Dan heb je geen compensatie meer van de beweging. En vanwege de bouw en beenwerk kan die geen kroon worden. Maar een mooie eerste premie, Mary, met goede bewegingen. Dan gaan we naar paard nummer 13. Nummer 13 heeft nog steeds goede bewegingen, goede draf, mooie stap, takmatig en met zwong. Maar in ras mist hij wat luxe en in de bouw zouden zien we hem ook graag wat meer bespierd en ook wat correcter. In het kruis voor een kroonmerrie. Hè. Het is een mooie eerste premiemerrie, maar wordt niet voorlopig kroon.
Paard nummer 15. Een paard met op alle onderdelen zoveel kwaliteit. En ook zo mooi droog beenwerk. En goede bewegingen. Goed in drastype staand. En een goede sterke bovenlijn. Waardoor die voorlopig kroon wordt. Paard nummer 16 staat goed in het rastype. Bovenlijn ietsje, zou iets meer bespierd en iets meer aansluiting in de rug kunnen hebben. Maar vanwege de kwaliteit beenwerk, het te gehoekte achterbeen en verder hele goede bewegingen, kan die vandaag geen voorlopig kroon worden. Mooie
Ja, dames en heren. Paard nummer 18. Een paard dat in bijna alle onderdelen echt uit het boekje loopt. Met zoveel mooi voorbeen en ook achterbeen. Maar ook lichtheid in het lopen. In de draf en ook in de stap. Heeft hij ons zeer gecharmeerd. Wordt voorlopig kroon. Oh, definitief kroon. Daar had ik even niet op gelet. Maar heeft al 80 punten in de ABFP gehaald. Kroon, Mary. Paard nummer 27, veel rastype, goede houding in de beweging en ruim voldoende kwaliteit in de bouw. En vandaar de goede beweging die hij nu weer liet zien, wordt hij voorlopig kroon. Gefeliciteerd, nummer 27, Professional Crown, because of good racial type and good movements, overall quality. Gaan we naar paard nummer 28...
Paard nummer 28. Om kroon te worden moeten alle onderdelen goed zijn. En deze mist het in het front wat. Zou meer front mogen hebben. En ook in het kwaliteit beenwerk voor kroon. Net niet goed genoeg. Dus wordt geen voorlopig kroon. Nummer 29, een paard met goed rastype en bouw en ook goede bewegingen, maar de kwaliteit van het beenwerk belemmert hem om voorlopig kroon te worden. Goeie eerste premie, Mary. Dan hebben we het laatste paard, nummer 34. Schitterend front en ook mooi gebouwd paard. Maar zou in beweging om voorlopig kroon te worden, moet hij meer souplesse en meer draging laten zien. Mooie eerste premie, Mary. Dan zijn we gekomen aan het einde van deze keuring, waar 9 eerste premies zijn gevallen en 3
voorlopig kroon of kroon geworden zijn. Ik heb het net al gezegd. Graag even met de paarden de eerste premies naar voren voor de foto van de Friso. En dan wil ik even aankondigen dat morgen er een veulenkeuring is in Sint-Niek. Met heel veel veulens. Dus mocht je dat willen volgen, ga kijken. En dan ook een keuring, huiskeuring bij Eppinga. Dan dank ik de familie Volmer voor de gastvrijheid en de mooie locatie. En wens ik iedereen een goede thuiskomst. Dank u wel.